project van woningcorporatie Talis voor de bouw van goedkope sociale huurwoningen aan het Waalfront wordt bedreigd door het plan van de gemeente om de laan van Oost-Indië schuin te laten aansluiten op de Wurtseweg. Voor dat scenario koos de gemeenteraad op 5 juli unaniem. Wat blijkt nu? Men was niet op de hoogte van de plannen van Talis. Wij hebben een plan in het Waalfront waarbij wij 200 woningen voor de sociale woningbouw hadden willen maken. En dat is wat onzeker geworden omdat wij nu met een wensen- en bedenkingenprocedure vanuit de gemeenteraad te maken hebben waarbij er een diagonaal ontsluiting komt. En de diagonaal ontsluiting gaat eigenlijk rechtstreeks door het plangebied waar wij hadden willen bouwen. En wij gingen uit dat er een vierkant ontsluiting zou zijn. En die vierkant ontsluiting zou mogelijk hebben gemaakt dat wij daar dan die 200 appartementen hadden kunnen bouwen. Nou, wij weten dit sinds de wensen- en bedenkingenprocedure die in de gemeenteraad is geweest. En dat is ook reden geweest waarom ik een brief heb gestuurd aan de gemeenteraad om kenbaar te maken dat wij daar bezig waren met de invulling van sociale woningbouw. En poogden daar voor de versnelling die we daar wilden realiseren appartementen te maken. Dat is nogal opgeklopt. Kijk, op het moment dat de gemeenteraad wensen en bedenkingen had ingebracht, heeft de raad gezegd, nou, we zouden het eigenlijk wel fijn vinden als daar een schuine weg kwam in verband met verkeersveiligheid en wensen uit de buurt. Er is toen ook gezegd van ja, dat wordt wel een stuk duurder allemaal en dat kan eigenlijk niet zomaar. Toen was niet bekend dat daar Talis zou gaan bouwen. Ik heb met de wethouder gesproken en gezegd, ja goed, ik ga in ieder geval een voorstel naar de raad toe brengen om die schuine weg niet neer te leggen, zodat uiteindelijk dat plan van Talis gewoon door kan gaan. En daar is hij nou op dit moment geloof ik mee bezig om daar materiaal ook voor te verzamelen om duidelijk te maken waarom dat ook qua verkeersveiligheid allemaal toch wel iets genuanceerder ligt als dat er eerst over gedacht werd. D66 Nijmegen neemt de zaak wat minder licht op dan Van Hooft. Als Talis beweert, en ik heb geen reden om daaraan te twijfelen, dat in januari het ontwikkelbedrijf al op de hoogte was, dan zou Bert Veldhuis zeker ook op de hoogte moeten zijn geweest. En dat is hij niet geweest en dat vinden wij een zeer kwalijke zaak. Nou, de wethouder moet hier vooral wederom lering uittrekken dat hij beter aan de bal moet zitten. Hij wordt iedere keer op verschillende dossiers wordt hij verrast door een situatie die ontstaat. En dat is wat ons betreft zeer slecht. Er is een duidelijke wens voor het tracé B geweest. Er is ook een duidelijke wens van de raad geweest om merendeel, of in ieder geval een groot gedeelte, sociale huur te realiseren in de Waalfront. En ja, die twee wensen die zijn, wat ons betreft, zijn die heel belangrijk dat die allebei goed opgelost worden. Dus dat is zeker nog niet het laatste woord over gezegd.